Lekker muziekje aan met vrienden, goed glas wijn erbij en dan gewoon een fijne avond uit. Of daarna even met elkaar de kroeg in. Ja, daar Ja. snakken we allemaal toch wel naar dat dat weer kan op een gegeven moment. Ja, en toen dacht u van nou, ik ga het woord bij de daad voegen en pleiten voor dat de horeca weer open mag. Ja, overigens hier mooie beelden van de meesterproeven in Nijmegen. Kijk, de horeca, maar ook de cultuur en de evenementen zijn eigenlijk de hardst getroffen sectoren, hè. Die zijn nu voor de tweede keer in een jaar tijd op last van de overheid gesloten. Een heel kwartaal dicht, dus geen omzet, geen werk voor je medewerkers. Ik spreek ook veel horecaondernemers die echt een beetje depressief thuis zitten, omdat ze gewoon niet meer weten wat ze met zichzelf aan moeten. En ondertussen zijn de winkelstraten overvol. Bij Black Friday hebben we denk ik allemaal wel even met opgetrokken wenkbrauwen naar die drukte gekeken. En ik wil eigenlijk af van dat zwart-wit denken. Dus de horeca helemaal open of helemaal dicht. Dus wat mij betreft gaan we kijken, kunnen we met proeven, met proeftuinen, met restaurants, met cafés, met evenementenlocaties kijken hoe je wel weer dingen mogelijk kan Wat maken. betekent dat proeftuinen? 20 restaurantjes? De staatssecretaris Mona Keijzer had er echt al een plannetje voor, maar daar is Ja. volgens mij weer op teruggekomen. Al in september hebben D66 en de VVD samen een voorstel gedaan in de Kamer om met dit soort experimenten te beginnen. Helaas is dat tot nu toe nog niet van de grond gekomen. Het is wel voorbereid, maar nog niet uitgevoerd. Ik zou zelf graag willen beginnen met pak een theater, pak een restaurant, pak een lunchzaak. En zorg ervoor dat mensen daar op reservering kunnen komen met een vaste zitplek, een goed geventileerde ruimte. Test het personeel vaak en test ook de gasten die daar komen, zodat we kunnen ontdekken. Is er überhaupt sprake van veel besmettingen in de horeca en cultuur? Of valt dat wel mee met alle maatregelen? En als je dat dan weet, kun je dan de komende tijd, in afwachting van dat vaccin, langzaamaan die horeca en Maar de cultuur betekent verder dat openen? concreet dat mensen die nu kijken ook weer naar een restaurant kunnen gaan? Of is dat drie proefjes in het land? Ik bedoel, dan is het gewoon een laboratoriumkwestie. Nee, dus ik vind wel dat je klein moet beginnen. Dus ik heb ook afgelopen weken hoorde ik ook mensen zeggen van ja, met de kerst misschien alle restaurants open. Ja, met de huidige besmettingsaantallen en de druk op de zorg zie ik dat Ja, gewoon niet hoewel gebeuren. uit de Dus we moeten. cijfers bleek natuurlijk nooit dat die restaurants, zeker die goed ingericht zijn, zorgen voor heel veel besmetting, Nee. geloof minder dan 4%. Dus het ging eigenlijk nergens over. Maar ze waren bang van de cafés. Daar zat Ja, volgens mij klopt. En je ziet ook theaters en bioscopen die al heel veel maatregelen hadden getroffen. Maar nu het Carré met honderden stoelen waar dan maar 30 man in Dus wel kunnen. met z'n allen naar de IKEA, maar niet naar het restaurant waar ze wel Precies. op En mochten. dat knelt steeds meer. Maar wat mij betreft begin je dus met die brancheorganisaties en een aantal TNO, aantal goede onderzoeksbureaus die daarbij gaan helpen. Begin je gewoon in een aantal steden en dorpen met die proeftuinen. En als het goed gaat, als er inderdaad echt geen besmettingen zijn, dan kun je ook op basis van feiten steeds verder die Ja. sectoren Maar dan toch nog wel een vraag daarover, want wat was toch precies het